Goedemorgen, het is 9 uur bijna, wij zijn wakker. We hebben zo twee afspraken en Fof die heeft een beetje een kater van gisteren. We hebben echt twee best wel serieuze afspraken zo, dus nou ja, dat moet goed komen. Ik heb net gedoucht en ik ga me nu opmaken. Hey, ik ga me nu opmaken. Wat ga ik doen? Ik moet een van die andere Givenchy doosjes doen. Ik heb gewoon een grijs shirtje aan. Ik weet nog niet wat ik ook hierna noem, vest of zo. Maar haar doe ik straks wel. Waar ga ik mee beginnen? Ik twijfel altijd, is het een primer day of niet? Meestal wel, maar soms, ik weet niet, toch het gevoel dat het mijn huid een beetje verstopt en zo. Ik ben echt nog niet wakker. Dat ik niet zo laat naar bed ben gegaan. Nou, ik heb gewacht tot Fof thuis was en dat was rond middernacht. Ja, eerlijk zijn, het zijn niet echt mijn kleuren, vooral dit. Nee. Maar misschien als ik die... Ja, nee. Ik moet er wel wat mee doen voor dat artikel. Dit is dus voor één artikel met drie van deze doosjes erin. En dan maak ik zeg maar drie looks. En daar maak ik één fotootje van elke. En die komt bij het artikel. Dus ik moet ze alle drie een keertje gedragen hebben. Maar ik zou zelf die oranje kleur niet snel pakken. Omdat die mij gewoon echt niet staat. Maar ja, ik moet hem wel laten zien. Als ik zeg dat oranje me niet staat, dan meen ik het ook echt. I mean, no. Een soort van peachy tinten kunnen nog wel, maar echt dit, gelig oranje, juch. Heerlijk, altijd de dag na de kapper. En dan zit je haar nog steeds soort van goed. Ik trek dit comfy vest aan, ik kan heel lang, van Forever 21. En de geur die ik opdoe vandaag is, welke zouden jullie kiezen? Eternity Summer van Calvin Klein. Oké, let's go. We zijn net naar een afspraak geweest. Ja, en we gaan eten. En we gaan hier eten bij de Van der Valk. Bij Wassenaar. Hier heb ik gewerkt vroeger. Ja, beleefde feestdagen, veranderen aan de bordjes. En hier heb ik gewerkt. Ik had je nog gezegd, hij moet wel. Way back. Hier heb ik hard leren werken. Ja, Fofie was supermanager hier. Nee, helemaal niet. Ik was eerst loper en toen ober en toen deed ik altijd zalen. Fofie, de tanden zijn zo wit. Mensen vroegen, het licht schijnt nu op je bril, maar mensen vroegen wat jij van mijn beugel vond en het resultaat en zo. Oh. En bij deze? Hebben we daar antwoord? Nee, hebben we geen antwoord op gegeven. Nee, veel ook. Maar ik vond het al voordat je het kreeg. Maar jouw tanden zijn al heel mooi recht. Nou, ik heb hier wel een kleine tandje. Hier past wel zo'n selderijstik door. Nee, het hele schattige kleine tandje. Ik ga jullie een mini tutorial geven hoe je dit kan maken. Ik heb dit namelijk ongeveer een miljoen keer gedaan. Oké, dit is wat je moet doen. Neem je vierkante tissue. Je ziet de vouwen al. Dit is er niet. Geef die van jou dan. Je neemt je tissue. Houd hem dubbel. Servetje? Servet. Servet. Nou, dan neem je, dit is de helft. En dan maak je zo. De mooie kant moet je pakken, die mooi op elkaar ligt. Dit is de helft. Dan doe je zo. En dan zo. Eigenlijk als je dus het makkelijk wil even, doe je zo. Een trappetje. Zo. Ja. Een trappetje. Maar als je het sneller wil doen, doe je zo. En dan sla je een stukje over. Zo. Goed aandrukken, anders gaat die vouw er niet goed in. Zo. Dan draai je hem om, zodat dit boven ligt. Nu komt de trick. Daar komt hij. Dan doe je zo. Goed aandrukken nog een keer. En dan vouw je dit zo. En dan eronder door. Even het kan zien. Zo. Mm-hmm. Zo. En dan blijft hij goed staan. Blijft hij staan. En dan plop, is hij klaar. Zo. Tadaa! Yay! Go for it. Hoe cute is dit frietbakje? Het is een mini friteuze dingetje. Hey, we komen net van een afspraak. Het is 5:10. En is het 6? Ja, die staat nog steeds een uur voor. Als je lang genoeg wacht, dan hoef je het niet meer te doen. Dat dacht ik ook. Ultimate lazy dus. Nee, ik weet gewoon echt niet hoe ik moet veranderen. Nee, je hebt gewoon nooit gekeken hoe je het. Jawel, ik wist het ooit. Ik ben het gewoon vergeten. Nog erger. Weet je, we hadden het er dus over. Dat wij zijn natuurlijk nog steeds aan het kijken voor een huis. En we willen echt wat kopen. En Fof is onze kritische makelaar hier, wat ontzettend handig is. Want dat betekent dat we gewoon, hij wil echt, hij weet gewoon wat goed is en wat niet en zo. En ja, weet je, het is toch een beetje privé. Ik weet dat heel veel mensen wel heel benieuwd zijn. En we hebben ook wel wat dingetjes op het oog.
Maar we hebben zoiets van, het is nog sowieso, niks is echt helemaal onzeker, maar we zullen het laten weten op wanneer de tijd er rijp voor is. Dat is een goede manier, toch? Ik denk dat we het gaan vertellen of de tijd er rijp is. Gewoon, ik weet niet, misschien dat je dit pas zien op het moment dat we verhuizen. Ja. Of ervoor al. Dat is ook wel een leuke verrassing. Ja, surprise, morgen hebben we al naar huis. Surprise, nee, we zijn al weken bezig met verhuizen, daarom hebben we niet gevlogd. En... ja, daarom zeg je al die dozen. Nee, maar ja, weet je, dat is... Ze zien me maar niet in een kooitje. Nee, maar het is gewoon een privacy dingetje. En ik vind het super leuk om jullie overal bij te betrekken, maar dit is ook... Ja, weet je, het is gewoon een dingetje van de hond. Maar het zit er echt wel aan te komen. We zijn echt heel actief aan het zoeken. Waar zijn we nou, Poepje? Supermarkt. Supermarkt, your favorite. Ik was supermarkt. Supermarkt. Ik heb zin om enchiladas te maken. Dus, even kijken. Sausjes. We zijn weer thuis. Ik heb even de tafel een beetje opgeruimd. En ga nu koken. Poepje gaat de vaatwasser doen. Ik ga de enchiladas maken, want zijn ouders komen zo eten gezellig. Huh? Is het weer? Nog steeds. Ruik eens. Ruik je dat? Ja. Ruik zuur. Gadver. Stinkje stinkje. Hoe kan dat? Heb je iets nodig wat hierin staat? Nee, het is meer dan dit ook. Ja, wat dan doen we wat anders? Kijk hier, dit is ook vies, hè? Misschien is dit het. Die kruiden hier zitten ofzo. Leeuw. Hoeveel? Check it. Kom maar al echt zo erg. Google naam is vaatwasser yellow thing, gele dingetje. Oh, die saus is best wel pittig geworden. Ik kan er een klein dessert bij gooien. Nee, vond ik te laat. Gregor zijn op bezoek geweest. We hebben lekker samen gegeten, enchiladas. En heel lang gezeten, geklet, super gezellig. En ik ben heel eventjes een vlog aan het inplannen. Ik zag dat ik hem nog niet geüpload had. Dus, yay. We hebben Wie is de Mol teruggekeken. En nu zitten we een beetje Family Guy te kijken en zo. Het is van 1 uur, dus we gaan lekker slapen. Morgen komen Steve en Yves. En we gaan s'avonds ook fun stuff doen en zo. Dus wel trusten. Ik zie jullie morgen weer. Bedankt voor het kijken. Doei. Dag, Popje. Dag. Kelvin. Wat zien jullie weet. Wij gaan samen filmen en ik mag iets heel leuks doen. Ik mag. Mij opbaken. Het was mijn idee. Ja, ik kwam er zelf mee.